Heel veel mensen zijn wild van vleesetende planten, maar deze plant is gewoon eigenlijk nog veel gekker. Iedere plant heeft zijn eigen groei- en bloeiwijze. De ene plant houdt van drassige graslanden, de andere plant weer van droge bermen. En elke plant heeft ook andere behoeftes aan mineralen en voedingsstoffen. En om daaraan te komen moet een plant soms heel hard werken. Maar er zijn ook planten die dat op een andere manier doen. Die hun mineralen stelen van een andere plant en daar nog een neusje voor schijnen te hebben ook. Als je er dus goed over nadenkt, is het eigenlijk best bijzonder dat een plant tussen zaadjes toevertrouwt aan de elementen in de hoop dat dat zaadje terechtkomt op een plek waar de plant kan groeien. Een manier om dit te overkomen is door heel veel zaadjes te maken, want voor planten geldt, heel veel keer geschoten is altijd wel een keer raak. Maar voor sommige planten is zelfs dat niet genoeg. Dit is een bremraap en een bremraap is een parasitaire plant. Dat betekent dat hij zijn voedingsstoffen niet zelf met wortels uit de grond haalt, maar dat hij die aftapt van een andere levende plant. En dat betekent dat dus om te overleven, dat niet alleen alle klimatologische en de grondomstandigheden juist moeten zijn, maar dat er ook een plant in de buurt moet zijn die lust. Want bremrapen zijn namelijk echt fijnproevers. En hier hebben we de blauwe bremraap en die eet de duinaveruit die hier tussen staat. Maar als je goed kijkt, dan zie je dat een bepaalde belangrijke plantenkleur hier ontbreekt en dat is groen. Planten zijn niet voor niets groen, want met bladgroenkorrels halen ze energie uit licht. En deze plant kan dat dus niet en moet dus al zijn voedingsstoffen en zijn suikers stelen van een andere plant. Een bremraap maakt duizenden kleine zaadjes en die zaadjes kunnen decennia lang in de grond blijven zitten totdat ze eigenlijk ruiken dat er een gastheerwortel in de buurt is. Die wortel van die gastheer die geeft een soort stof af en als die in contact komen met het zaadje van de bremraap, dan gaat die kiemen. Niet eerder, want als hij eerder zou kiemen en hij vindt geen eten, dan gaat hij gewoon gelijk dood. En door de jaren heen heeft deze plant dus geleerd dat hij al zijn voedingsstoffen uit een andere plant haalt. En heeft hij dus zelf helemaal geen bladgroenkorrels meer nodig. En dat maakt hem volledig parasitair. Bremrapen zijn natuurlijk niet zomaar ineens vanuit het niets parasitair geworden. Hun voorouders hadden bladeren en hier staan een paar van dat soort voorouders of verwanten van de bremraap. Drie soorten maar liefst. We hebben hier de kleverige ooggetroost, de grote ratelaar en de stijve ooggetroost. En dit zijn zusjes van de bremraap, maar die hebben nog steeds blad. Dat wil niet zeggen dat ze niet parasitair zijn. Onder de grond zijn hun wortels allemaal verbonden met graswortels en ze tappen de voedingsstoffen van de grassen af. En dit heeft een heel positief effect op de omgeving, omdat de grassen zo niet dominant worden. En omdat de grassen een beetje onder de duim worden gehouden, kunnen andere bijzondere planten zoals orchideeën hier ook gedijen. Hier staat een hele bijzondere soort, gewoon in de berm waar de auto's parkeren. Dit is de bitterkruidbremraap. En dit is een soort die lokaal in Nederland heel algemeen kan zijn, vooral rondom Noordwijk en Wijk aan Zee. En die eet deze plant, de bitterkruid. Onder de grond zijn deze twee planten weer met elkaar verbonden. En eigenlijk kan de bitterkruidbremraap nog zwaarder en groter worden dan zijn eigen gastheer. Dat is eigenlijk best gemeen, maar het werkt zowel de bitterkruid als de bremraap zelf. Blijven in leven. En dat is belangrijk ook voor de bremraap. Want als de bremraap zijn gastheer op zou eten, echt dood zou maken, gaat hij zelf ook dood. Wat ook apart is, en dat gebeurt hier ook weer, waar de bitterkruid bremraap groeit, vind je ook vaak een hele leuke orchidee. Die staat hier. Dit is het hondskruid. Een heel leuk orchideetje wat behoorlijk zeldzaam is. En waarom deze twee planten eigenlijk zo vaak samen voorkomen, is een raadsel. Maar zo blijft er nog een hele hoop te leren in de plantenwereld. De bremraap is vernoemd naar de knol die onder de grond zit, de raap dus. Maar als je gaat kijken naar de Latijnse naam, of de wetenschappelijke naam, orobanke, dan wordt het al wat spannender. Want dat betekent namelijk zoiets als ertenwurger, omdat die onder de grond de plant wurgt. Maar hier in de duinen van Katwijk leeft een plantje wat dat wurgen nog veel serieuzer neemt. En misschien kent u hem wel uit de Harry Potter films onder de naam Devilsnare.
Maar die plant is helemaal geen fantasie, hij bestaat echt. En hij heet duivels naaigaren. Kijk, dit is hem dan. De duivelsnaaigaren. Ik vind dit dus echt een super fantastische plant. Heel veel mensen zijn wild van vleesetende planten. Maar deze plant is gewoon eigenlijk nog veel gekker. Hij begint zijn leven als zaadje. En als hij kiemt, dan maakt hij niet echt een wortel. Hij heeft een plekje waar hij een beetje water mee kan opnemen. Maar dat is het dan. Maar er komt een stengeltje uit. Een draadje wat vanaf dat moment eigenlijk gaat ronddraaien op zoek naar iets te eten. Maar op het moment dat hij dus een plant ruikt, dan maakt hij van die gekke gele uitstulpsels. En dat zijn dus de plekken waar hij dus verbinding maakt met de gastheerplant. Hier kan je ze goed zien, maar normaal zitten ze dus aan de binnenkant en dan boren ze dus echt de gastheerplant in. Vanaf dat moment begint hij als een soort Dracula sappen uit die plant te zuigen. En als dat lukt, begint die plant ook ineens veel sneller te groeien, want hij heeft veel meer water en energie om te kunnen gaan. En dan gaat hij dus als een raket, gaat hij over een heel tapijt van planten, gaat hij heen woekeren en overal waar hij terechtkomt, vindt hij weer nieuwe planten waar hij omheen wikkelt, weer sappen uitzuigt en zo doorgaat. Het woord parasiet, ja, dat roept mij toch bij heel veel mensen een gevoel van nare kriebels op. Maar toch is er één soort parasiet die wereldwijd juist een gevoel geeft van romantiek en liefde. De marentak. En hier groeit er een. Over de oorsprong van het romantisch kussen lopen de verhalen nogal een beetje uiteen. Maar je komt al snel terecht bij mythen, sagen, druïden, kelten, gouden sikkels en midwinterrituelen. Maar het verhaal dat wij kennen, zeg maar de Hollywood scene van het kussen onder de marentak, dat komt eigenlijk uit Engeland. Want het idee was dat je een bosje marentak ophing en iedere keer als je iemand ging kussen, dan pluk je één besje. En als de besjes op waren, dan mocht je dus ook niet meer kussen. Vandaag de dag nemen we dat natuurlijk niet meer serieus, we kussen gewoon waar we zin in hebben, maar met die bessen kan je wel wat leuks doen. En dat zal ik nu even laten zien. Dus we plukken hier even een bes. Dan knijp je hem leeg en dan komt er een dik zaad uit met een hele kleverige omhulsel. En dat omhulsel moet je een beetje stuk knijpen, want dat maakt het zaaien wat makkelijker. Dan heb je natuurlijk een boom nodig, maar marentakken zijn wel een beetje specifiek. Ze lussen niet elke boom. Het beste zijn appel en populier. Sommige soorten zitten op dennen, maar die kan je bijna nooit kopen. De marentakken die je koopt in de winkel zijn meestal geoogst op appelbomen. Dus als je een appelboompje hebt zoals deze, is dat ideaal. Nou, je gaat een tak uitzoeken die ongeveer zo dik is als een vinger. Deze is iets dunner, maar voor het verhaal klopt dat wel. En je plakt dat zaad erop op een manier dat het zaadje een beetje plat gepositioneerd op de tak zit. Dus dat hij niet omhoog staat, maar dat hij in de lengte van de tak meeloopt. Je moet vooral geen gaten of beschadigingen maken. Sommige mensen zeggen dat, zodat het worteltje dan makkelijker naar binnen kan. Maar dat moet je absoluut niet doen. Want op het moment dat je er een beschadiging in maakt, gaat die boom zich heel erg wapenen tegen schimmels en ziektes. En in principe is een marentak toch een soort ziekte. Dus doe vooral niks, smeer het zaadje op de tak. En dat moet je doen op een dag dat het vrij droog is. Want dan kan de lijm namelijk opdrogen. Na ongeveer een dag of twee dagen is de lijm helemaal opgedroogd. En als het dan gaat regenen, gebeurt er niks meer mee. En dan vormt zich heel langzaam een worteltje. En dat worteltje boort zich in het hout van de boom. En op het moment dat dat is gebeurd, moet je vaak nog wel een jaar wachten voordat je iets ziet voor het eerst. Maar als dat dan eenmaal gebeurt, komt er na een jaar of soms twee jaar een takje uit met twee blaadjes. En een jaar erop vertakt dat weer. En dan heb je zes blaadjes. En op een gegeven moment dan krijg je dus een grote bol met marentakken zoals hier. En dan komt de volgende truc. Je hebt namelijk een mannetje en een vrouwtje nodig om bessen te krijgen. Dus als je een grote appelboom in de tuin hebt, zaai er dan niet één, maar zaai er gewoon een heleboel en kijk wat er gebeurt. Dat is toch een ontzettend gave plant. Ik vind parasitaire planten super interessant, ook om te kweken. Maar toch, als je naar een tuincentrum gaat, vind je bakken vol met vleesetende planten. Maar plantenetende planten, die worden nergens aangeboden. En dat is super jammer, want het is eigenlijk een hele moderne plant. Hij is 100% vegan. En hij eet nog net geen quinoa, maar voor de rest is het gewoon een ontzettende hipster. Nou, ik ga er ergens nog eentje zaaien.